spreken de partij van Wajona en Alicia. Wajona is wit hier. Oké, okay, dus... E4, C5. Ja. Dus dit ken je, heb je van thuis natuurlijk, hè? Ja, dit heb ik, ja. Oké. Okay. Dat vind ik best fijn, want best veel mensen niet kennen. Dus ja, dan... dit is een leuk systeem, man. Ja. Toren H1. Ja, toren H1. H5. Ja, en hier zat ik wel even te twijfelen, want tussen koning B1 en dame D2. Dame D2 leek me beter om die nog een keer te dekken, want ik was bang voor aftrek aan voetjes hier of zo. Maar ik weet niet echt of het nodig was, maar ik deed voor de zekerheid maar dame D2. Ja, ik denk dat het wel prima is. Ja. Soms spelen ze ook wel eens H4, geloof ik, om die ook even te dekken. En H6 had ook. Ja, ik had ook over H4 nagedacht, maar het deed me best wel agressief al meteen. Ja, ik denk dat je dat het beste kan doen als zwart al een keer geblokkeerd heeft. Ja, dacht ik ook. Ja. Dus lopen F6. Goed gespeeld. Ja, wat heb je nu gedaan? Dame G3. Oké, en komt er nu de... Dame B6. En... ja, heel mooi. Dame A5. En hier viel ik een beetje te bang. Hier doe ik lopen C1, want ik dacht ik heb nog een verdediger nodig. Speelt wat angstig, heb ik het idee. Ja. Wat had je denk je beter kunnen doen in deze tijd? Nou, ik heb dus al geanalyseerd. Daar dacht ik dat loper G5 hier beter was. Ja, dat kan ik wel vinden, ja. Ja. Ja, want als je hier slaat B-maal, A5, heb je loper F6 ideeën nog. Ja. Ja. Ja, mee eens. Klopt. Maar ondanks dat je deze pion hebt geruild voor de H6-pion, denk ik, valt het wel mee. Je staat nog niet verloren ofzo. Nee, hier nog niet. Maar naar loper C1 denk ik wel. Oké, okay, ben ik wel benieuwd naar. Wat gebeurt er dan? A5. Okay. En hier dacht ik A4 is gewoon... dat werkte niet, dacht ik. Want dan... slaan we. Nou, en dan zoiets, dacht ik. Dat vind ik niet heel... Zoiets, dan pak je gewoon. Oh ja, mijn loper staat op zich. Wacht. Nou ja. Wacht. Wacht. Even kijken. Dit moet wat gaan, denk ik. Ik denk nog niet dat je verloren staat, hè? Nee? Nee. Staat wel duidelijk slechter, maar niet verloren. Dame B4? Ja. Goeie zet. Ja. Wat dreig je dan? Precies. Maar zelfs dit kan nog. Niet zo fijn, toch? Niet zo heel veel. Je staat niet goed, nee. Maar toren D3, als we nu toch alleen maar aan het verdedigen zijn. Ja, dat is een goeie. Maar laten we het zo zeggen, je leeft nog. Ik had nog naar adem. Loop maar A4. Ja. Nee, loop C was geen goeie. Dus niet bang zijn, gewoon zelf mat zetten. Dat is leuk hoor, mat zetten. Tenminste op de aanval spelen, ja, zeg maar. Ja. Nee, maar dat is mijn idee. Je bouwt dan een beetje de aanvalstelling op en dan ga je allemaal een verdedigende setjes er tussendoor doen. Ja. En dan doe je daar eigenlijk één te veel. Ja, zwart dreigt nog niks inderdaad. Nee. Want je geeft zwart genoeg tijd om het eindelijk goed neer te zetten, wat hij ook niet ziet. Hoeveel dames zetten zijn er gedaan met zwart? Nee, niet met dame A5, A6, B6. Ja, dat is tijdverlies, ja. Dan word je meestal matgezet, ja. Als je snel, als je te langzaam bent.